En dus het feit dat bijvoorbeeld, ja, we nu ook vastgesteld hebben dat 4 op de 10-jarige kinderen met honger naar school gaan. Ja. De lege brooddozen, er is hier al vaak over gediscussieerd. Ja, maar het is niet alleen de lege brooddozen, want dit gaat over leerlingen die op school toekomen met honger, terwijl 5% wellicht verklaard wordt vanuit de armoede. Mm-hmm. Maar dat betekent dat 35% geen ontbijtcultuur hebben. Ja. Ja. En dan denk ik, ja goed, de verantwoordelijkheid van ouders. Ik ben de eerste wel om te zeggen van, ja, je moet kijken naar ouders en de verantwoordelijkheid, maar ook die kinderen die het onfortuin hebben om niet in een omgeving op te groeien waar ze de steun hebben van ouders, ook die moeten leren lezen. Dus met andere woorden. Mm-hmm. Natuurlijk, het is voor een school gemakkelijker als de cultuur en de thuissituatie. Ja. It takes a village to raise a child. Maar als je kijkt wat scholen doen rond lezen op dit moment, ja, dat is... Ja, ik kom in geen enkele school meer binnen waar de schoolbibliotheek niet een meer prominentere plaats gekregen heeft. Waar dus het bijvoorbeeld, is niet allemaal kommer en kwel, zoals we dat kunnen lezen. Maar er wordt eigenlijk heel sterk daarop ingezet. Het enige is dat, ten eerste, de resultaten zie je niet onmiddellijk. Ten tweede, thuistaal, niet-Nederlands, is een heel belangrijke indicator. En daar zijn meer en meer kinderen in die situatie. En Vlaanderen heeft daar een beetje een inhaalbeweging ten aanzien van andere landen. En ten derde, dat lerarentekort. Hè. Mm-hmm. Als wij vaststellen dat vooral de cognitief zwakkere leerlingen enerzijds en de cognitief sterkere, dat we daar het verschil, hè, dat daar de achteruitgang is. Ja, als er een leraar in het basisonderwijs uitvalt, wie neemt het over? De zorgcoördinator. Ja, natuurlijk. En die zijn niet voor opgeleid. Nee, en het is precies die zorgcoördinator die sterk cognitief functionerende leerlingen wat extra stimuleert als het nodig is, maar ook die leerlingen die wat meer moeite hebben met lezen, die ook apart pakt. Ja. Dus het is niet voor niks dat die twee groepen dan wat in de kou blijven staan. U sprak zelf over die lege brooddozen. Ja. Ik oneerbiedig zeg ik, het zijn niet alleen lege dozen, het zijn ook lege hoofden soms. Ja. Omdat er geklaagd wordt, die leerlingen krijgen niet meer genoeg feiten en kennis mee. Het is allemaal pretpedagogie en dat moet dan excelleren, et cetera. Mensen die over pretpedagogie spreken, dat is toch al heel lang geleden dat die nog een school binnengegaan zijn, denk ik dan.